Utrechters bij inhuldiging koning Willem-Alexander. En regio viert 30 april uitbundig. Goedenavond, u kijkt naar u vandaag van dinsdag 30 april. Het is een bijzondere Koninginnedag. Nederland viert dit feest voor het laatst op 30 april. En de dag staat eigenlijk helemaal in het teken van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De troonswisseling was in het hele land op grote tv-schermen te volgen. En zo ook in Utrecht op de Neude. En daar staat verslaggever Peter Knierim. Ja Peter, hoe zijn de reacties? Ja, iedereen was hier vanmiddag dol enthousiast. De ceremonie duurde voor sommigen wel een klein beetje lang. En dan zie je dat de aandacht wat verslapt. Dat iedereen zich wat meer richt op zijn vriend of vriendinnetje of op zijn biertje. Maar uiteindelijk, als die hele ceremonie dan klaar is en de inhuldiging is klaar. Ja, dan ging dat hele Neude helemaal los. Willem-Alexander is inhuldigd. Koning Willem-Alexander is inhuldigd. Leef de koning! Leef de koning! Leef de koning! Mooi, veel mensen hier. Ik vind het sowieso wel mooi om de koning te hebben en de hele ceremonie erbij. Vind ik wel mooi. Het voelt wel als verbondenheid. Ja, ik vind het wel mooi, een nationaal feest. Misschien wel als Nederland nou het WK had gewonnen, dan had daar maar even vergeleken kunnen worden, denk ik. Ja, je voelt wel dat dat voor iedereen gewoon wel belangrijk is. Dus dat moet je wel even meegemaakt. Ja, Peter, bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam waren niet alleen royalties en hoogwaardigheidsbekleders. Hè? Er waren ook veel burgers, onder wie een groep Utrechters. Ja, dat klopt inderdaad. Een aantal Utrechters uit elke gemeente van onze provincie 1. En dat zijn allemaal mensen die zich bijvoorbeeld in hebben gezet voor de maatschappij, die vrijwilligerswerk hebben gedaan. Maar ook mensen die gewoon een brief hebben geschreven naar de commissaris van de koningin, waarin ze vroegen, mag ik bij die inhuldiging zijn? Ja, en al deze mensen gingen vandaag met de bus naar Amsterdam en ik was daarbij. Koninklijk, zo zien de 41 uitverkoren Utrechters eruit. Maar Jannie uit Nieuwegein spant met haar outfit toch echt de kroon. Vrouw eigen, hè? Ik moet toch een leuke jurk hebben. En toen kwam ik in Utrecht bij deze outfit terecht. Jannie kreeg een uitnodiging vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk. En misschien ook wel omdat ze uitgerekend vandaag jarig is. Dubbel feest dus. Heerlijk, geweldig gewoon. Ik vind het een hele eer om vandaag bij de kroning van Willem-Alexander en Prins Maxima aanwezig te zijn. Uiteraard is Jannie een grote fan van het Koningshuis. Net als de 14-jarige Allard uit Utrecht. Hij stuurde een mail naar de commissaris van de koningin met de vraag of hij ook bij de inhuldiging mocht zijn. Niemand van mijn gezin verwachtte er eigenlijk iets van. Ik zelf eigenlijk ook niet, maar ik dacht nooit geschoten is altijd mis. Maar ik mag er alsnog zijn, dus ja, eigenlijk ook ongelooflijk. Als alle genodigden er zijn, wordt er nog snel even een groepsfoto gemaakt. En dan met z'n allen de bus in, op naar Amsterdam. We gaan u nu naar de passengers terminal brengen. Kijk, dit hebben we gekregen bij binnenkomst in de bus. Ik denk dat ik het liefst koning Willem-Alexander wil zien. Ik bedoel, hij is toch ook de koning. Het zien van de familie, het is toch altijd een hele belevenis. Hè? Kijken hoe ze eruit zien, hoe gekleed ze zijn. En hoe dichter de bus in de buurt van Amsterdam komt, hoe meer de spanning stijgt. Je krijgt een beetje de kriebels. Hè? Je bent heel benieuwd natuurlijk. Waar je komt te zitten weet je natuurlijk wel, maar je weet natuurlijk niet waar de hele koninklijke familie, of je die kunt zien van de plek waar jij zit. Hè? Dus het is heel spannend eigenlijk. Allard is gespannen over hoe hij zich straks moet gedragen. Dat ik iets raars doe in de kerk of zo. Onder politiebegeleiding komen de gasten uiteindelijk aan in Amsterdam. Ja, ik heb hartstikke zin in. Het is hele leuk en we zijn eigenlijk al heel leuk verrast in de bus met een leuk tasje met dingetjes, hè? Ja. En we gaan nu kijken hoe het bij de terminal is, hoe we daar ontvangen worden. Voor de verslaggever houdt het hierop, want zonder uitnodiging geen inhuldiging. Dat historische moment is alleen weggelegd voor deze gelukkige. Ja, bijzonder om bij zo'n historisch moment te mogen zijn natuurlijk, Peter. Weet jij al hoe ze het hebben gehad?
Nou, ik kreeg net voor de uitzending kreeg ik een sms'je binnen van een van de deelnemers. Ik zal hem even voorlezen. Super gaaf, ik kon Maxima en Willem-Alexander niet zien zitten, maar voor de rest wel iedereen echt een belevenis. Ja, dat was het natuurlijk ook, een echt een belevenis van een hele belangrijke historische gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Je staat nu op de Neude en dat is ook de locatie waar we het officiële koningslied kunnen meezingen. Ja, dat klopt. Om 19:30 kun je hier met dat fantastische koningslied meezingen. Je kunt ook naar Lepelenburg, daar wordt het alternatieve koningslied gezongen. En daar kan je meezingen om 19:15. Ja, en daarna dan druppelt het de hele stad een beetje leeg. En dan is de laatste koninginnedag echt een feit. Oké. Okay. Verslaggever Peter Knierim op de Neude in Utrecht. Dankjewel. We gaan verder met de Utrechtse activiste Johanna. Ze is vanochtend op de Dam in Amsterdam opgepakt. Ze demonstreerde tegen het Koningshuis. Korte tijd later werd ze weer vrijgelaten. De Amsterdamse politie noemde de aanhouding onterecht en heeft excuses aangeboden. In een interview dat koning Willem-Alexander 2 weken geleden gaf, zei de toenmalige kroonprins nog dat protesten tegen het Koningshuis op 30 april moeten kunnen. En daarmee reageerde hij op een eerder incident met Johanna in Utrecht. En toen werd de activiste ook opgepakt en daarna werd ook gezegd dat het een foutje was. Niet iedereen in de regio stond vandaag buiten voor een scherm om de inhuldiging van de koning te zien. Veel mensen zaten voor de buis om het gebeuren in Amsterdam te volgen. En daarom was het op verschillende plekken bij de festiviteiten wat rustiger. Maar waar we vanmiddag ook gingen kijken, overal hing een feestelijke sfeer. Beste mensen, zou u alstublieft een beetje dichter naar ons toe willen komen? Op verschillende plaatsen beginnen de festiviteiten al vroeg in de ochtend, zoals hier in Lopik. Veel inwoners zijn op de jaarlijkse Albade afgekomen om voor de allerlaatste keer koningin Beatrix toe te zingen. Hey, mevrouw de Bruin, alles goed? Gefeliciteerd. Ja. Na afloop nodigt de burgemeester iedereen uit voor een toast in het gemeentehuis. Daarna kan iedereen alle festiviteiten bezoeken. En hebben we nog slingerapen. In Cabau staat een grote feesttent. In Jaarsveld zijn kinderspelen. In Polsbroek zijn allerlei kinderspelen. Dus het is volop actie hier in Lopik. Aan de rechterkant die van Willem-Alexander dus. In Kokkengen heeft de Oranje Vereniging 2 grote schermen opgehangen. Zodat niemand iets hoeft te missen van de abdicatie. Dan prins Willem-Alexander en de kinderen van hun. Zaten ze zwaaien. Nou, dat je als moeder zijn je zoon opdraagt om koning te worden, dat is wel heel wat. Emotionele, hè? Ja, erg emotioneel. Bent u zelf mooi? Yes, ja, ook nog. Ik vond het heel mooi, heel statig, netjes, Nederlands, hè? Zoals het hoort, normaal. Voor de kinderen zijn er spelletjes georganiseerd. Je kan je laten sminken als een leeuw of lekker springen op het luchtkussen. En als je trek krijgt, kun je lekker smullen. Goeie slinger! Ah, kijk! Ja. In Achterberg bij Renen vindt zoals elk jaar weer het kampioenschap wc-potwerpen plaats. Vorig jaar nog het hoogtepunt toen de koninklijke familie op bezoek was. Maar dit keer moeten ze Willem-Alexander missen. Zonder de prins hebben we evenveel schik en we doen het met veel plezier. En met de lokale helden, dus mooi weer erbij. Leuke dag, hapje, drankje erbij. Koning Willem-Alexander, toen door een prins, gooide de pot maar liefst 6 meter ver. De winnaar van dit jaar is Jelle. Hij gooide de wc-pot 9 meter verder het zand in. Een koning laat zich natuurlijk niet aftroeven. Dus wie weet, heel misschien komt Willem-Alexander ooit revanche nemen. Ik denk als hij een beetje zou trainen, dat hij dan best wel een eind zou kunnen komen. Ja, dat denk ik wel. Een beetje spieren trainen, dat komt dan wel goed. Je moet nog maar een keer terugkomen. Dat vind ik eigenlijk wel, ja. Dan doen we het gewoon hier. Ja, kijk eens. Goed van hoogte. En dan blikken we nog even terug naar gisteren, naar de Utrechtse Koninginnennacht. Er waren vooral op de grote pleinen meer mensen dan voorgaande jaren. Er zijn 36 mensen opgepakt, vooral voor openbare dronkenschap. Ook was er geweld tegen hulpverleners. 1 agent kreeg een trap tegen zijn hoofd. In de drukke Breedstraat raakte iemand zwaar gewond. En dat gebeurde toen gisteravond een gasfles in brand vloog. Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op. Toen de steekvlam die uit de gasfles kwam, vloog ook een kraampje in brand. De brandweer koelde andere gasflessen en hij had het vuur snel onder controle. Om hulpdiensten de ruimte te geven, werden 2 straten tijdelijk afgesloten. Bij veel vrijmarktbezoekers zat de schrik er goed in.
Vijf meter vanaf het eetentje hoorde ik een hele grote knal. Een hele grote vuur dat omhoog kwam. En toen paniek, alle mensen liepen deze kant op. En toen, het was wel een beetje paniek toen. Ja. Onderzocht wordt nog hoe de gasflessen in brand heeft kunnen vliegen. Verder was het ouderwets genieten op de grootste vrijmarkt van Nederland. Rabbelen, 10 euro cent. Wiiwii, rabbelen, 10 euro cent. Natuurlijk wordt er gewoon gegrabbeld, verkocht en vermaakt. Nou, 25 euro. Nee, wat had je ervoor gevraagd? Volgens mij 25 cent. Maar de vrijmarkt in Utrecht staat dit jaar meer dan ooit in het teken van het Koningshuis. Dames en heren, doneer een stukje haar voor onze koning. Willem-Alexander doet het goed. Nou, we zijn hier bezig met geen baard, geen koning. Een echte koning heeft natuurlijk een baard. Vandaar dat wij aan het sparen zijn voor onze koning. Zoveel mogelijk mensen een klein plukje haar, zodat hij een mooie volle baard heeft. En Beatrix wordt toepasselijk uitgezwaaid. Iedereen vindt het wel grappig. En mensen heel veel zwaaien ook terug. Ja, ja. Dat is echt leuk. De handjes wiebelen er vrolijk op los, want zon genoeg. Zeker, sowieso. Kijk, als het natuurlijk bewolkt zou zijn en zo regenen, zouden ik denk dat de verkoop natuurlijk al wat minder zou zijn. Maar omdat de zon schijnt, mag het zijn. De laatste Koninginnedag wordt dus vrolijk gevierd in de binnenstad. Volgend jaar heet het Koningsdag. Maar dat maakt voor de feestvierders niets uit. Nee, volgens mij blijft het leuk. Ook al ben je er niet meer, dan blijft het leuk, want dan is Willem er weer. Dus ik denk dat het niet uitmaakt, nee. Ja, de laatste Koninginnennacht en dag zijn dus uitbundig gevierd. Volgend jaar vieren we Koningsdag en dan 3 dagen eerder op 27 april. U krijgt tot slot nog het weer van mij. Vanavond is er bijna geen bewolking en bij weinig wind koelt het af tot 2 graden. Morgen is er veel zon, maar ook wat bewolking en de temperatuur komt dan op een graad of 15. Tot zover u vandaag. Meer nieuws op onze website rtvutrecht.nl. Fijne avond.